Dit was een ongelooflijke rit. Dus, rollercoaster. Amai. Maar het was super spannend. Het was echt wel een niet zo'n evident parcours. Maar we zijn heel blij dat we ons 100% gegeven hebben en dat we ons goed geamuseerd hebben. En hopelijk het publiek ook. Ja. Ik vind dat keigoed liep. Ja. Wij weten van waar we komen, maar ik vond het onwaarschijnlijk straf. De reacties uit het publiek waren wel echt heel erg leuk. Ja. Het is zo grappig als je een comedy speelt. Want het is ook wel echt komisch. Ja. Dan ben je zo afhankelijk van het publiek. Mm-hmm. En dat je weet ongeveer waar ze zullen gaan lachen. Maar toch zijn er altijd van die momenten dat je denkt... Oh, oké. Ja. En die kwamen wel. Dat is wel leuk. Ja. En als je dan beseft dat we eigenlijk nog maar... Dit is de vijfde doorloop dat we doen. Waar we, dus wij hebben eigenlijk die try-out. Dat was voor mij een repetitie voor het publiek. En... Ja, wij speelden ook nog maar net dan samen. Ja, je begint net wat dingen aan te voelen bij elkaar en zo. Dus ik vind echt wel dat het heel goed gegaan is dan. Zeker, om zo kort op de bal te spelen. Je weet waar ik ben, je weet wat ik doe. En als ik ergens heen ga, weet je waar naartoe. Je weet wat ik hoor, je weet wat ik zie. Je weet wat ik in de drinken, weet wat ik met... Het is jammer voor Daisy natuurlijk geweest. Ja. Maar je staat hier toch maar aan. Wauw. Dankjewel. Knap, dankjewel. Hè? Het was echt pittig. Ik weet niet of ik het nog eens zou zeggen. Waarschijnlijk wel. Ja, als ik dit weer vergeten ben. Dan... Nee, het is wel leuk. Het is kei leuk, maar ik vond vandaag echt wel stress. Ja. Ik heb niet zo ontspannen op het podium gestaan. Maar morgenochtend dan sta je op en dan denk je... Jezus, dat hebben we fucking goed gedaan, man. Ik ben echt heel fier. En vooral op de drie meiden, want die hebben keihard gewerkt om dat allemaal klaar te krijgen. En dan Van den Broek verdient voor ons toch een extra applaus. Ja. Onwaarschijnlijk straf. Sowieso. Ja, een beetje voor u toch ook, hè? Want het was de eerste musicalpremière. Ja, zeg. Ja, het was verschrikkelijk spannend. En het is vooral om de durf te hebben om buiten uw comfortzone te gaan en te durven zingen. Gelukkig moest ik niet de beste zangeres van de band spelen en kon ik me daar wel een beetje achter verschuilen, maar ik heb mijn best gedaan. Hoe gaat het met je? Gaat het met je? Is het echt voorbij? Hoe staat het met je? Staat het met je? Denk je soms aan mij? Want ik denk echt nog wel aan jou. Sta je morgen vroeg ook op met die look, Maaike? Hoezo? Wat bedoel je? Het is echt zo. Het is een blijvertje, denk ik. Nee? Dit is zo niet echt... We hadden net ook voor de voorstelling... Ik ben normaal iemand die echt... Op tijd. Op het, pas laat aan mijn make-up beginnen. Maar ik moet nu zo vroeg beginnen, omdat allemaal met plakkers en ik heb helemaal uitleg gekregen hoe ik dat moet doen. Het is work in progress, ja. Is dat een van de redenen, vermoed ik, waarom dat mensen moeten komen kijken? Gewoon voor het fun, maar voor wat nog? Voor wat nog? Ja, voor de feel-good 50-jarige vrouwen. Dat. Nou ja, en dat je nog niet afgeschreven bent. Zo is het. Voilà. En hoe knap is het ook dat er een Vlaams productiebedrijf weer opnieuw begint, zonder subsidies. Ja. Gewoon, sorry maar, dikke vette middelvinger op naar ook de Vlaamse politiek. Dat ze het gewoon doen. En we staan er gewoon. En we worden gewoon betaald. En ze zijn goed voor ons. En ze maken gewoon iets nieuws. En dat vind ik echt hoed af. Ja, zeker en best.